Hey Yves Diviers, ja, deze is een niet echt een vlog natuurlijk, deze is maar een heel kort filmpje. Ik had een vlog en tijdens het uploaden is het een en ander blijkbaar mislukt en is hem niet online geraakt. Handig hè, heel handig, want anders hadden jullie al lang een vlog gezien. Hij was helemaal af, ik heb hem helemaal opgeload bijna en er stond ineens een foutmelding op. En ik had een tijd niet meer om nog dat in orde te maken, want wij vertrokken op vakantie. En zoals je ziet, ik zit in een auto, maar ik zit wel ergens ver weg in een auto. We zitten namelijk in Las Vegas, in Amerika. Jawel, de grote gokstad Las Vegas. Maar ik kan je al vertellen, deze stad heeft veel meer te bieden. Maar dat ga je in de vlogs zien die er aankomen als ik terug ben van de reis natuurlijk. Maar af en toe zal ik hier ook eens een kort filmpje opzetten. Want dat kan ik met mijn telefoon en niet eens rechtstreeks uploaden naar jullie natuurlijk. Nu hetgeen waar je ook best naar kunt kijken is naar mijn Instagram-account King Antwerp. Denk eraan, Instagram-account King Antwerp. Ga er gewoon even naartoe, want via dat account zet ik ook af en toe filmpjes online via de verhaallijn. Dus niet gewoon via de feed, maar de verhaallijn. Dat zijn die cirkeltjes erboven. Moet je maar zoeken naar mijn feed van King Antwerp. En dan kun je dus mijn, mijn beetje volgen, ook in Las Vegas. Er zijn dingen die in de vlog komen, er zijn dingen die daarop komen. Dus altijd wel eens heel leuk om daar ook naar te kijken. En er staat al behoorlijk wat op. En momenteel zit ik even in de auto te wachten totdat onze beide dames terug zijn van de winkel waar ze zijn. En dan gaan we eten onze eerste avondmaaltijd in Las Vegas. Dus, maar ik wou jullie even op de hoogte houden dat ik wel degelijk een vlog had, maar dat er door een of andere duistere reden niet is gelukt om hem opgeload te krijgen op YouTube. Dus je zult er nog even op moeten wachten. Je hebt hem nog te goed van mij. In ieder geval, vragen, opmerkingen, commentaren, zet ze hieronder. Bij de opmerkingen. En vergeet zeker niet te abonneren. Klik op de abonneerknop en klik ook op het belletje. Het belletje daarnaast, dan krijg je direct melding wanneer er een nieuwe film van mij online komt. Zo simpel is dat. En vergeet ook niet de video te liken. Dus er komt binnenkort in ieder geval veel meer aan. Ja.